We zijn in Haarlem en we zijn onderweg naar A Brand New Me, Evelien. En ik zie achter me een dode boom, maar ik moest even zeggen, dat heeft er niks mee te maken. Die is gewoon dood. Maar wij gaan aan de slag met de vraag, hoe kan je in het nu leven? Als mensen bij mij komen, ik noem dat zijn mensen met levensproblemen. Dus het kan eigenlijk van alles zijn. Mensen zeggen, ja, ik kom steeds in conflict of hebben een faalangst of de communicatie loopt niet lekker, stress. Levensproblemen komen voort uit het verleden. We zijn allemaal product van ons verleden. Het is je beschermingsmechanisme en later wordt het je blockade. Dus als jij gebeten bent door een hond toen je 3 was, en je denkt, waarom ben ik nou nog steeds zo bang voor die hond? Daar baal ik van, want het is echt best een leuk beest. Ja. Yeah. Nee, dat is je opgeslagen in jouw systeem of in jouw onderbewuste. En elke keer komt er de trigger, hé, let op, we hebben het eerder meegemaakt. Dit is eng, dus jouw lichaam reageert er eigenlijk wel op door een schrikreactie. Je hersenen weten niet het verschil tussen gedachten uit het verleden en het heden of de toekomst. Dus in die zin, hè, zoals een vliegtuig of de telefoon, het is gecreëerd. Ontstaat er zoiets. Alleen als je natuurlijk steeds negatieve gedachten, wordt er steeds een film afgespeeld. Ja, en ik zie gedachten dan ook als een magneet. Ja, mensen die negatieve gedachten hebben, dat is een soort magneet, dat trekt weer andere negatieve gedachten aan. En dat patroon doorbreken is natuurlijk wel heel, is wel een positieve stap om te kijken van oké, hoe kan ik wat positiever? Want dat helpt mensen niet om steeds zichzelf onderuit halen. Je bent jezelf aan het ondermijnen, continu. Ja, of alle beren op de weg te zien voor de toekomst, die er helemaal nog niet zijn. Ja, precies. Ja, dus dat is wel, Dus het begint ook met bewustwording en de drang om iets te veranderen kan er pas zijn als iemand zelf inziet van oké, dit wil het graag anders. Je kunt iemand niet helpen die dat zelf niet ziet. Nee, ja? Dan is er geen probleem. Nee. Of is het probleem ervan niet zichtbaar. Ja. En problemen, als we het toch over problemen hebben, iemand met een probleem, dan focus je altijd op het probleem. En zodra je al leert om te zien wat er nog meer is, ga je al naar een wijdere blik. Problemen zijn het probleem als je niet heel erg gefocust. Mooi. En dus daardoor bewust voor van oké, maar wat is er allemaal nog meer? Andere woorden, jij hebt genoeg kennis in huis, het zit in jou. Ja. Jij hebt de genoeg kennis om zelf gelukkig te worden, dus je hoeft niet. Dus je hoeft niet alle filmpjes te kijken van inspirerende hutspot om gelukkig te worden, want het zit al in jou. Evelien, heel erg bedankt. Waanzinnig om bij jou te zijn bij Brand New Me. Ik voel me ook echt een beetje nieuw en het was ontzettend leuk om met jou te praten over in het nu zijn, over jezelf accepteren en alle andere onderwerpen waar we het over hadden. Ik kan weer verder met mijn missie om de beste versie van mezelf te zijn. Volgende week hebben we weer een nieuwe video. Ik heb geen idee waar die over gaat, want ik zit nu namelijk helemaal in het nieuwe.